Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Ben jij ook zo benieuwd wie er vandaag in het zonnetje wordt gezet? Luister dan snel verder en ontdek het bij Jago Ontdekt. Dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Vandaag heb ik Henkie Bijn en Patrick Heijmans in de podcast. Voordat we natuurlijk gaan starten, hè, is het altijd hoort erbij. Proost mannen, proost. Leuke uitzending, proost. Podcast. Ja, zeker. Oké, allereerst een slokje. Mannen, wees welkom. Leuk dat jullie op de uitnodiging zijn ingegaan. Ja, ik wil eerst natuurlijk weten wie zit hier. Ja, ik ken jullie, maar sommige kijkers wel. Maar een heel hoop van jullie kennen jullie nog misschien niet. Dus Henk, zullen we bij jou beginnen? Is goed. Henk vertel. Ja, wat wil je eigenlijk weten? Henk Bijn. Ja, leeftijd, werk. Bijna 50. Dus er komt een feestje aan. Oké. Voor de rest. Werken? Werk. Ik werk voor mezelf, VRB-couriers. Okay. Dus ik werk vanuit de Bloemisten. En het gaat goed. Zeker in deze coronatijd heb ik eigenlijk extra druk gekregen. Dus dat is positief. Dat is altijd goed. Altijd goed. Dus ja, uiteindelijk gaat eigenlijk alles goed. Gezondheid, werk, is top. Kinderen? Beide ook goed. Ook goed. Oudste voetbal, inmiddels ook alweer 17. Okay, en de jongste bij rugby, die ook. Het is wel heel erg leuk om mee te maken en andere sporten. Heel vet. Getrouwd? Nee. Niet getrouwd? Wil ze denk ik niet. Nee. Nou, dan hebben we nog iemand naast ons zitten. Dat is Patrick Heijmans. Pat, stel je even voor. Nou, Patrick Heijmans, ik ben 48 jaar. Dagelijks leven ben ik stucadoor. Nog steeds assistent trainer bij Katwijk. Ik heb twee kinderen. Een zoon van 8, Milo, en een dochter van 11, Jula. En ook die zitten allebei op voetbal. Allebei bij Voorschoten. Oké, nice. Nou, we hebben in ieder geval een introductie gehad over de mannen. Velen van jullie kennen Patrick en Henk. Voordat we wat vraagjes gaan stellen, want ik heb wel wat vraagjes, anders gaat het helemaal de verkeerde kant op. Hè? Heb je genoeg bier staan? Ja. Ik heb de hele koelkast vol gezet en ik heb daar ook de hele koelkast voor vol staan. Dus dat moet goed komen. Hey, allereerst gaan we even 3 stellingen doornemen. Dat vind ik altijd wel leuk. Nederland haalt de kwartfinale. Henk, wat zeg jij? Dat is een goeie. Ik op dit moment wel mijn twijfels. Maar kwartfinale zou wel leuk zijn. Voor de supporters. En, Pet? Ja, het leukste zelfs finale. Laat mee. Ik denk dat ze de poolfase overleven en dat dan als eindoefening kan zijn. Ja. Dus dat wordt er geen kwartfinales. Ik denk dat het maar 3 wedstrijden duurt. Dus jij denkt de poolfase halen ze. Poolfase en dan is het klaar. Als ik gezien heb wat ze tegen Schotland deden, dat was niet heel veel zoek. Maar dan kun je altijd denken van, nou, het kan ook altijd maar beter. Ja. Zeker als het een beetje samen het nieuw team wordt, dat ze in ieder geval de duidelijke plekjes hebben. Ik hoop het. Volgende. Ronald Koeman blijft trainer van Barcelona. Terecht. 3 jaar lang. Denk je dat hij dat vol gaat maken? Ja, dat zal de tijd wat leren. Je weet hoe het gaat bij Barcelona. Als je 2 of 3 wedstrijden draait of liefst, daar gelijk ter discussie. Ja. En, je ziet hoe hij dit jaar gedaan. Eigenlijk heeft hij het nog goed gedaan. Alleen de laatste fase van de competitie ging natuurlijk mis tegen Granada. Ja. Waar hij niet van wist te winnen. Het was eigenlijk was wel klaar, dan weet je hoe de gaat Barcelona. Ja, dan ben je gelijk op de zwarte lijst staan. Hij wil de beker gewonnen, maar het gaat natuurlijk daar ook om het kampioenschap. Ja. Terwijl er weer gedaan komt, natuurlijk vanaf 0 naar wat hij nu heeft bereikt, mede om kampioenschap. Mm-hmm. Maar ja, wat Patrick zegt, dat is ook wat voetballerijen. Zo ben je alles en zo ben je helemaal niks. Ja. En dat is eigenlijk wat triest hoe ze met zulke mensen omgaan. Dat is zo'n club. Vervelend is. Ja. Hey, en het laatste. Corona. Volgend jaar. Zal het weg zijn of zal het blijven? Ja, ze zeggen dat corona altijd blijft, elke keer terugkomt. Maar iedereen wordt ingerend nu. Ik krijg vaccinatie. Ik heb hem toevallig vanmorgen gehad. Henk ook. Heb hem al gehad, hè? Afgelopen zondag. Ja, ik ben van 88. Ik ben nog de jongste van het stel. Dus ik mag nog even 5 jaartjes wachten nu op dit moment. Nee? Dus leuk. Oké. Ik wil wel eens weten van jullie, hè, hoe jullie eigenlijk... Hoe kleine Heijmans en kleine Henkie Bijn. Ja, je bent nu nog steeds niet groot. Steeds. Ja, ik ook niet. Maar hoe waren jullie vroeger? Henk, hoe was jij vroeger, toen je klein was?
Wat deed je zo en wat vrat je uit? Ik heb op de bank gaan liggen en tevreden gekeken. Ik denk, als hij gaat erin. Ja, ik denk genoeg. In ieder geval wel wat je nu tegenwoordig minder ziet. Gewoon buiten spelen. Nou, je zat alleen maar bij Rodenburg natuurlijk. Ja. Daar was je aan tafel tennis, dat weet ik nog, de kantine. Je was er dag en nacht. Dat was je op woensdagmiddag al. Ja. Nog woensdagmiddag vroeg trainen. En ja, dat deed ook alles. Uiteindelijk is dat ook eigenlijk, ik woon in de kooi. En mijn ouders nog steeds, is al leuk. Ja. Maar daar had ik wel vrienden en vriendinnen. Maar uiteindelijk zijn dit de beste maat was toen al. Ja. En nog steeds, want we hebben nog steeds een groep zitten met Rodenburg. Ja, leuk. Dus weet je, Toen was er ook veel al alleen maar voetbal. Ja, nu hebben de kinderen zoveel. Precies. Ja, toen geen PlayStation. PlayStation, Steps, weet ik het allemaal. Ze zitten meer voor dat beeldscherm dan dat ze eigenlijk naar buiten gaan. Jammer is dat. En Heimans, hoe was jij als kleinkind? Ja, ook alleen maar een boefje, denk ik. Nou, ja. Natuurlijk wel ook wel een boefje, maar net wat Henk zegt. Ja, je kwam thuis van school en je gooide je schooltas neer en je ging naar het schoolpleintje waar ik ook. Vroeger altijd op school, we hadden Lusthoflaan school. En dan was ik altijd met jongens als Frans van der Wetering en zo allemaal aan het voetballen. Ronnie van der Linden. En dan ken je zelf ook nog allemaal, ook als natuurlijk Rodenburgers. Ja. En later ben ik natuurlijk, toen ik in de regionale kwam, toen kwam ik met de Ronde Bruin en Henkie te spelen. Ja. En sindsdien Michael Verver. En dat toen hadden we eigenlijk al een hele sterke band. En dat is eigenlijk al altijd zo gebleven. En wat Henk zegt, die groep hebben we nog steeds. Ja. Dat is echt. Dat is wel mooi. Ja. Dat is bijzonder ook. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dat zie je ook niet zo vaak. Spreek ook regelmatig. Als laatst hebben we gebarbecued met Michael Verver. Nou ja. Dat lukt dan ook wel een beetje uit de klauw, want je wordt ouder, maar soms in een bolletje blijf je heel jong. En dat is natuurlijk heel erg gezond. Ja, ja, ja. En dat is weer mooi om te zien met de jongens. Hey, voetbal kwam al ter sprake, hè? Daar zitten jullie eigenlijk in feite ook hiervoor. Hoe zijn jullie in contact gekomen met voetbal? Jullie zeiden al, hè, schoolplein, veel voetballen. Wat zijn jullie clubs geweest? Vanaf jeugd tot senioren, zo'n beetje. Ja, het mooie is wat je al zegt, als je jeugd, dat zie je ook de tendens tegenwoordig, hoe triest dat is. Maar wat ik zelf weet, dat ik voor mijn 7 jaar was, zo 8, bij LSC begon. Ja. En dat was Johan Verwering volgens mij een beetje daar een beetje bij, mijn oom natuurlijk. En uiteindelijk ben ik daarna naar Rodenburg gegaan. En daar gebleven? Ja, maar dat was er nog echt wel leuk. Volgens mij begon ik in de F, toen had je nog F12 zeg maar of zo. Ja. En uiteindelijk kwam je gelukkig terecht bij een hoger elftal, bij een selectie-elftal. Ja. En toen kwam ik ook in de lichting op Petzek, Rondebruin, Jeffrey van As, Michael, dat soort spelers, Fransie. En uiteindelijk ben ik daar mijn hele jeugd doorgespeeld. Uiteindelijk ook nog even het eerste gespeeld. Ja. Wat nog wel een mooie tijd natuurlijk. De eerste klasse zondag was ook natuurlijk nog echt wel hoog, had je alleen de hoofdklasse nog erboven. Ja. En toen... In de jeugd kreeg ik eigenlijk ook wel last van mijn knie, natuurlijk, ook slijtage uiteindelijk. En daarna ben ik richting sleutels gegaan. En ik zat toen vooral in het trainersvak en wilde ik daar wat meer gaan doen. En, dat is eigenlijk mijn club. Ik heb natuurlijk ook nog VV Leiden, toen nog VV Leiden. Met Arjen van der Werf, Frit Filippo ben ik daar nog geweest. 2 of 3 jaar gespeeld. Ja. Was mijn fritje. Ja. Dus dat was mijn, uiteindelijk was ik overal, bij elke club heb ik ook wel trainen gegeven, dus van daaruit... Trainen wil ik zo nog even op terugkomen, want dat zijn jullie natuurlijk ook, na je actieve loopbaan zijn jullie dat geworden. Ja. En ik wil wel van Heimans even weten. Ik ben begonnen bij Rodenburg, op 6-7-jarige leeftijd. En ineens had je de F's, ik kwam toen in de F heen met Michel Houten of Ronnie van Linden. Echt een hele leuke groep en dat weten we allemaal heel goed. Ik heb het nog wel eens heel vaak met Michel Houten getroffen, omdat ik nog heel vaak met hem contact heb. Dat je daar begon aan gewoon een wedstrijd met 5-26-0. Ja. Dus dat zei al wel genoeg over hoe Rodenburg jeugd op dat moment ook was. En wij kwamen op een gegeven moment ook in lichting, want in die periode had je ook nog, als je eerste jaar C kwam of D was, kwam je of in de D2 of in de D4. Ja. En de eerste jaars waren D1 en D3. Dus je kon nooit direct in het hoogste elftal komen. Dat komt pas bij de B-regionaal. Ja. En dat zegt al genoeg over de lichting die Rodenburg toen had in de jeugd. En wat Henk zegt met de jongens. Dat zegt natuurlijk al genoeg, de namen die hij ook opnoemt. En ik zat daarachter en met Ronnie van der Linden. Wij kwamen samen over van de C naar de B-regionaal. Ja. Ja, en daar was één plek te verdelen. En dat was ik of Ronnie van der Linden. Ja. Ja, Bob van Beem koos op dat moment voor mij. Daar was ik natuurlijk heel gelukkig mee, was en heel blij. Ja. Die wilde B-regionaal, het mooiste wat er was. Natuurlijk, wel minder hoor. Ja, maar toen was ook het ellende begonnen. Want toen kwam ik met deze persoon in het contact en mijn Ronde Bruin en alles.
Toen ging het mis. Toen ging het eigenlijk mis. Nee, daar ging het verkeerde pad. Toen is er... We hebben een hele mooie jeugd gehad en we werden ook kampioenen bij regionaal. Toen promoveerde het hoofdniveau. Toen kwamen wij Ajax, Sparta, Feyenoord. Maar dat soort clubs kwamen toen. Ik was de enige die bleef zitten in de regionaal, omdat ik nog eerstejaars was. Ja. En nu ging allemaal ook naar de A. Dus ja, dat jaar heb ik ook nog meegemaakt. Het hadden ook een heel goed team met jongens als Ronnie van Linden natuurlijk, Richard van Itterson, Peter Kruijt, dus die jongens allemaal. Dus hadden we gewoon hele goede lichtingen onder ons. Dat ook een hele goede lichting. Ja. Paul Montagne, René Benog, Ramon Barens, je broertje. Ja, ja. Alleen maar dus dat was echt een hele leuke lichting. En toen was Roda gewoon echt een hele leuke, mooie club. Ja. En dat is dan wel zonde als je dat zo ziet gaan. En, ja, dat je het ziet afglijden. Ja, precies. Dat doet mij zelf ook. Ja, ja, ja. Dus, ik ben zelf ook, ook Ronenberg. Ja, precies. Nog steeds zit het, hè. En het is allemaal mooie jongens als je ziet, jongens die er nu nog zitten. Zoals Ronald Weerlein, waar ik heel respect voor die al zoveel jaar insteekt. En Nouri. Jan Lovink. Dus, Jan Lovink. Ja, 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 die loopt er ook al. Helemaal fantastisch. Ja. Heel mooi interview ook van Jan Lovink op de site van Henny Cambier van Football International. Oh ja, Football International. Leiden, ik had het net over Johan Derksen. Ja. Leiden amateurvoetbal met Henny Cambier. Dat was ook hartstikke mooi. Ja, dat is wel mooi om dat te lezen of zo man leest. Ja. Toen ben ik op 23-jarige leeftijd naar RVC gegaan in Rijswijk. Daar heb ik 3 jaar gevoetbald. In die periode heb ik dan nog stage gelopen in Engeland. Ja. Wat ook hartstikke leuk was. Alleen ja, op een gegeven moment deed ik andere dingen als voetbal. Ja, ja, hier ging ik verveelde maar de pleuren staan, eerlijk gezegd. Maar dat was wel een hele, leuke tijd. Van RWC ging ik naar Scheveningen. Scheveningen zaterdag. Dat was toen nog de hoofdklasse. Dat is mijn rol, bij jou thuis. Ja, klopt. Dat was ik bij jou aan het werk. Ja, dat klopt. Ja. Dank je. En daar heb ik 1 jaar gevoetbald. Toen ben ik naar Katwijk overgegaan. Daar heb ik, zoals je denk ook wel weet, de meeste een hele mooie tijd gehad. Om het kampioenschap en alles. Dus super jaren gehad. Toen was ik van plan eigenlijk een stapje laag te doen. En toen ben ik naar Sleuters gegaan. Wat natuurlijk op dat moment een van de leukste en gezelligste clubs van Leiden was. En dat was ook alleen sportief gezien was voor mij daar een drama. Omdat ik ook niet kon brengen wat er van mij verwacht werd. En ik viel eigenlijk best wel in een groot gat. En, ik kon het ook niet waarmaken wat er van me werd verwacht. Nee. En ja, toen kwam ineens weer een hoofdklasse Tonegido. En toen dacht ik van, ik ga de stap door maken. En toen was ik toch al bijna, denk ik, 30, 31. Ja, toen ging ik toch naar de hoofdklasse Tonegido. Ook een heel leuk jaar gehad. Maar ja, helaas ook opgegeven Tonegido. Ja. Waar ik ook nog steeds contact heb met jongens. Want ik deel met Amend, Lemmy Stevens, Bas Steffens. Allemaal de gasten waar ik nog heel leuk contacten mee heb. Toen van Tonegido ging de SEC onder Ruud de Groot. Die daar ook al daarvoor een keer gesprek mee gehad. Ja, ja, ja. Ik ben nog niet eens klaar. Heb je Wikipedia? Heb je ook een eigen pagina? Nee. Of niet? Maar ja, de SEC, ook een fantastische club. Mooie tijd gehad met Ruud de Groot. Toen kwam ik daar. Maar SEC is gewoon zo'n mooie club. Fantastische mensen. Als je jarig was, dan kwam een van die zoons of van de sponsor. Je kwam een cadeautje brengen bij je thuis. Echt ongelooflijk. Ja. Dus het was ook heel mooi. Van SEC ging ik weer terug naar Rooddoek. Nee, het zijn een vriendenteam. Nee, Leicester Boys. Ja, vriendenteam met Leicester Boys. Door even afbouwen. Ja, toen dacht ik van nu is het echt klaar. Nou ja, toen kwam toch heel toevallig op een feestje bij Plein 10. Elke Hillebrand tegen. Die was toen verzorger bij Rodenburg. Die zei van joh, kom nog een paar jaar omsoepen, allemaal lekker relaxed. Ja. Kwam er makkelijk aan. En toen dacht ik, waarom niet? Toen was Marcel Burg trainer. Nou, na een leuk gesprekje gewoon even, hoe gaan we het invullen? Toen we die stap gemaakt om weer bij Rodenburg te komen. En dan daar, was voor mij eigenlijk wel hartstikke mooi. Je bent daar begonnen en geëindigd en mijn trainingscarrière is daar begonnen. Maar daar wil je straks nog verder komen. Ja. Nou, toen bij Rodenburg een beetje afgesloten, een mooie afscheidwedstrijd gehad. Was geregeld door Rienus de Bruin en Verve Kampen. Nou, dat was echt fantastisch. Daar was je zelf ook bij. Dat was echt heel daar ben ik zelf ook nog bij. Ja, precies. Dat was echt heel gezellig. Echt leuk. Leuk afscheid gehad. En toen was het eigenlijk een beetje klaar. Dan ga je in een vriendenteam spelen bij Lugdunum. Ja. Gezellig met allemaal mooie gasten. Ja, en toen kwam toen was Henk de Klerk nog trainer bij Lugdunum. Ja, en het ging niet zo goed met ze. En toen vroeg hij of ik daar even probeer wat meer ervaring in te brengen, wat rust in de ploeg. Dat heb ik daar nog op mijn 43e meegedaan het eerste elftal. Ja. Dus wat dat dan gaat mag ik niet klagen over mijn periode als voetballer, omdat ik natuurlijk best wel lang gevoetbald heb. Ja, en eigenlijk, nog steeds, maar oké, dat is puur voor de gezelligheid, maar wel hartstikke leuk. De derde helft is altijd maar belangrijk. Dat is nu dan wel, maar ook toen ik bij Lugdunum het eerste kwam, dan ben je bent 43 jaar, je stond met jongens van 21. Ja. Maar dat ging wel hartstikke goed en leuke tijd ook gehad. We hebben toen nog voor de beker gespeeld van de Leiden amateurvoetbal in de finale. Dus dat waren wel leuke wedstrijden. Ik had altijd, je kent me, ik wil altijd winnen. Winnaarsmentaliteit. Dat heb je nu ook nog. Ja.
als je ergens meedoet bij Katak als we trainen, doe je wel eens even mee als een ventje uitvalt of wat dan ook. Ja. En dan ja, zit het hier wel goed, maar daar lukt het dan soms niet. Daar is het even wat minder. Dus, en denk ik over mijn benen. Dus ja, dan is het, dan merken we wel even van ja, je wordt echt ouder.